om de polders te varen. De forten Pekgat, Sint Joris en de Kruisgans werden na de aanval op de brug in manschappen en geschut verdubbeld, zodat ook deze dijk niet kon worden ingenomen. De zwaar bewapende Kouwensteinse dijk lag midden in deze uitgestrekte watervlakte en vormde een verbinding van de Kruisgans met het hoofdkwartier van de Spanjaarden in Stabroek. Een stuk van deze dijk sloot aan bij de nu nog bestaande Sertogendijk in de Pekgatpolder van Stabroek, van waaruit hij over de Hoge Maai en naast het kerkschip Overbaaier op de hoogte van de brandweerpost aansloot op de Scheldedijk. De slag om de Kouwensteinse dijk werd gestreden bij de Hoge Maai, de plaats waar nu de meeuwen voor het afval vechten. Op 26 mei 1585 overviel de Hollandse vloot de dijk vanuit een bres in de Loo, terwijl Marnix van Sint-Allegonde de aanval leidde aan de zuidzijde. Dit moet men zich even voorstellen. 1500 Antwerpenaars en daar nog een bende Spanjaarden bij. Bijna 5000 manschappen moorden elkaar uit op dat stukje grond. Doden en gewonden stapelden zich op, maar de Spaanse soldaten streden verbeten voort. Toen keerde het tij, letterlijk en figuurlijk. In wilde paniek trachten de Zeeuwen en de Hollanders naar hun schepen te vluchten. Diegenen die niet verdronken, werden door de Spaanse overmacht afgeslacht of op de vlucht gejaagd. Antwerpen gaf zich over aan de Spanjaarden, maar liep leeg. Wilmarsdonk herstelde zich langzaam. 379 jaar na de val van Antwerpen valt Wilmarsdonk nog eens. Maar deze keer is er geen herstel. Zware containers daveren over het eens zo vredig dorpje en grote mammoetschepen meren nu naast de kerk. Wilmarsdonk, dat zijn verleden overleefde, werd verpletterd door de toekomst.
Een boogscheut naar het noorden wordt ook order bezet door gigantische graafmachines. Dag en nacht verrichten zij massa's grond om de terreinen van de toekomstige assemblagefabriek van General Motors te nivelleren. Ondertussen wordt het dorp ontruimd en afgebroken. Slechts enkele bewoners zijn nog gebleven. Ontwapenende eenvoud waarbij deze mensen hun veroordeelde woningen onderhielden, is bijna zielig te noemen. Morgen komt sowieso de bulldozer. De kerschop geeft het ook op en vertrekt van zijn boerderij aan de Johannes de Doperstraat naar elders. Ondertussen is Orderen nog slechts een ruïne en aan het zevende gester is de berghoeve reeds afgebroken. Voortaan zullen aan het erf van Jeff van Alsenooy meer auto's passeren dan hij ooit had durven dromen. Deze monumentale schuur werd zorgvuldig afgebroken en weer opgebouwd in Bokrijk, waar zij als enig overblijfsel van Orderen wordt bewaard. De dreef van Jeff van Stanne, zo noemde de lindendreef die naar de berghoeve leidde. Ieder jaar mocht het vrouwvolk van het zevige ster de duiven pakken. Zij werden bij deze gelegenheid in Oosterweel gelost. De duiven wil te verstaan. Links op tot, Nel van de Bergenhoek en rechts Bertien Brits. Ze pakken de biertjes om een dik even te doen. Met een ringje aan het poetje worden ze onder meer door Maria Schaaps, Josephine van Put, Martien Brits en May Bas onder toeziend oog van een oude raad naar de keven gebracht. Rick Kets speelt chauffeur en gaat de biertjes in Oosterweel lossen. Allee, waar blijven die biesten? Ze zijn al een uur weg. Die winter zitten zeker weer in de stemmenij. Nou ja, de eerste wel binnen, bij Mieke van Put. Rap de leer af en nog rapper naar de concerteur, want ze zijn hier helemaal niet alleen, hè. En daar komen dan op de kruiwouwen Lies van Frans Max, gescorteerd door Blitz, Van Put en Leemans. En daar komen in de kaart Charlotte Meijs, gestuurd door Bertha Brits. Charlotte wordt vakkundig uitgerangeerd voor de constateur van Frans Biljouw, onder toeziend oog van Jeff Meijs aan zijn linkerzijde. De rinsjes blijven komen, met Bas hier in aflossing, met andere schoenen van het zevige ster. En daar. De dames in competitie worden in de flanken aangevallen door Nir van de Berghoeve, die het haalt. May Bas overleeft deze wedstrijd met de grootste moeite. Tot zover deze spannende reportage vanuit het zevige ster in Noorden. Over naar de studio.
helemaal onderaan de kant van Oteren, op de Kruisgans, wie jaarlijks met Sintje de grote prijs Jacques Ortse georganiseerd. Een verslag van mijn collega ter plaatse. Onder veel belangstelling en onder het oog van de echte ouderwetse gendarmen worden de renners de baan opgestuurd. Allee, die laat komen er nog bij en je kunt starten. Het zal geen gemakkelijke koers worden, want de kinderkoppen even de Lammers weg steken er nogal flink bovenuit. Van voor in de koers een chique zwarte kaar met een officieel. En op de lijst van het peloton een motto om de boel in de gaten te houden. Van in het begin zit er al serieuze vaart in. Hier scheiden ze achter de nieuwhuisjes van Oteren. Dat is nou Wilmersdonk. Onderschaand Paul op de boulevard zitten de supporters al te wachten en met de volle auto volgen wij de coureurs naar het gat van een dijk richting Oteren. De coureurs worden aangemoedigd van op de dijk. Allee mannetjes, nog een trapje bij, want je ziet goed. De jacht zit erin, want het peloton loopt wat achter. De listen is door het gat en wij volgen mij met de auto. De achterblijvers worden aangemoedigd door Net Fruit en haar jongere vriendin. Voor de kerk draaien ze af naar de kul richting Kruisgaans. Allee mannetjes, komt er op aan hè? Vooruit Maaske, de meet is in het zicht en aan de voorkant zijn ze te verdienen ze, hè? Aan de meet staat de jeugd al te trappelen. De vlag gaat omhoog en de trompet met een splinternieuwe noot. De Nelse Viers met zijn vrouwke en de Vree trekken de spurt aan. En ja, 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 de eerste heeft gewonnen. En hij mag met een grote struik bloemen naar huis. Over naar het toeteren van 1965. Hier wordt de eerste spade in de grond gestoken die het terrein van de General Motors moet effenen. In een later stadium wordt de grond aangevoerd door pijpleidingen die een mengsel van zand en water aanvoeren.